De boodschap van deze motie is dat wij moeten luisteren naar alle problemen die er zijn over gasboringen. En dat we daar niet makkelijk over moeten doen. Dus dat we moeten zeggen, die gasboringen, dat moet niet onder land. De gevolgen zijn veel groter dan we steeds denken dat ze zijn. En mensen worden daar eens super ongerust over. Dus de Partij van de Arbeid zegt, geen gasboringen. Jim Krijs-Tiepen van FNP, ChristenUnie, de fractie Buysma, Friese Koers. Genoeg in elk geval voor een meerderheid. Maar is het reëel? Ja, het is natuurlijk ook een politiek signaal. Ik begrijp best dat je niet morgen al die boringjes die we in Friesland hebben stop kunt zetten. Maar in ieder geval geen nieuwe boringen. En zeker het Vermiljoen-voorstel van stoppen van de boringen bij Harlingen en Franeker. Niet daar weer opnieuw beginnen. Dus dat is in ieder geval reëel. Maar goed, in elk geval, wat Jim zegt van, had je een put slaan willen slaan maar op een Noordzee, maar net meer onder de Fiskebaai. Ja, precies. Je zou het bijna niet mooier kunnen zeggen. Ja. Maar goed, als nou alle gas op is en in Friesland luidt nog een mooie bel. En of je maat onkloppen bij Poetin in Rusland, of je maat boren in de baai van Friesland, dan zit je ook. De Partij van de Arbeid is ervoor dat er veel meer werk gemaakt wordt voor schone vormen van energie. Geen fossiele energie. Dus daar zijn wel degelijk alternatieven voor.